De nieuwe ruimte van Roodkapje aan de Meent, Hashkan Honavar. De tentoonstelling Reconstruct. Ik krijg er een beetje een morbide gevoel van. Vind je dat erg? Nee, want het laat wel de werkelijkheid zien. De werkelijkheid, bijvoorbeeld oorlogen of geweld tegen mensen. En wat dat als effect heeft eigenlijk op het lichaam. Dus... Het is morbide, het is niet, ik ben er wel bewust van dat het niet alledaagse ding is, maar ik vind het hoort wel in het leven en het is ook aanwezig in het leven. En het gebeurt nu nog steeds. En waarom fascineert jou, waarom kies je dit onderwerp eigenlijk? Wat heeft het met jou te maken, specifiek? Nou, ik vind het fascinerend hoe de rol van de agressor eigenlijk, waar het kwaad vandaan komt, dus the roots of evil, en de effect daarvan op het lichaam. En hoe het lichaam in hoeverre die kan deformeren, veranderen. Dus gezichtsverwondingen. En hoeverre zijn die gezichtsverwondingen gelinkt eigenlijk aan je identiteit. Die heftigheid die heeft gewoon een soort energie en een soort gelaagdheid die me fascineert. En je kiest verschillende vormen eigenlijk om dit te uiten. Fotografie, schilderwerk, ook wat grafische dingen. Hoe maak je de beslissing om een bepaald medium toe te passen? Ja, het hangt heel erg af van de oorspronkelijke beeldmateriaal eigenlijk. Bijvoorbeeld de collages, dat zijn gewoon foto's uit de Eerste Wereldoorlog van verminkte soldaten. En het zijn meer periodes ook. Als ik erop uitgekeken ben en ik vind dat ik er genoeg aan heb gedaan, dan ga ik bijvoorbeeld met de volgende stap. En dat is schilderen. En dan probeer ik met schilderen ook dat heftigheid en de kern te raken wat je ook hebt, bijvoorbeeld met de collages. En hetzelfde met fotografie. Fotografie is wel iets van het laatste project. En daar wil ik ook wat verder mee. Maar daar moet ik nog de kneepjes van leren van hoe je dat manipulatie wat je hebt met collages, die best wel makkelijk is, om te zetten naar fotografie. En in fotografie is het net iets moeilijker, maar ik moet er nog aan werken. En heb je een specifieke richting gedaan qua opleiding? Ben je eigenlijk fotograaf of schilder? Of? Ik heb illustratie gestudeerd. En dat is meer toegepast leer je dan te zijn. En na mijn afstuderen ben ik door middel van de Fonds BKVB startstipendium. Dat heb ik 2 keer gekregen. En in de afgelopen 2 jaar ben ik dus bezig geweest met dit project. Identity Lost heet het eigenlijk. En het project gaat dus over identiteit... En het effect van oorlog. En dus eigenlijk door Fonds BKVB ben ik autonoom gaan werken. Ja. En dat bevalt? Het bevalt zeer. Alleen de reacties te verwachten dat het niet altijd heel erg positief is. Bijvoorbeeld, ik werd laatst ook uit het stadhuis van Haarlem weggestuurd. Gecensureerd na 2 dagen. Met mijn fotografische werk. Dus mensen zijn niet echt voor open. En het lijkt alsof toch de grotendeels van mensen meer een gezellige schilderij of gezellige werk wil hebben. En, maar dat is meer persoonlijk. En ik denk dat ik meer daar geen moeite mee moet hebben en dat ik mijn eigen ding moet blijven doen. En heb je voor dit thema eigenlijk, hoe heb je daar research voor gedaan? De beeld, dat heb ik wel heel veel research aan gedaan. Je hebt de Oorlogsmuseum in Nieuw-Zeeland, waar ik heel veel archieven heb aangevraagd. Ook over de individuele dossiers van die soldaten.
Dus wat er daarna is gebeurd met hun en wat voor de oorlog, wat ze deden en zo. Dus al die dossiers heb ik op een dvd'tje aangevraagd. En verder voor de andere projecten heb ik onderzoek gedaan naar genocides. Voor mijn laatste project ben ik bezig met de situatie in Congo en de rol van de vrouwen. Hoe zij onderdrukt worden en de massaverkrachtingen en de geslachtsvernederingen. En, qua onderzoek ben ik met genocides bezig om ook nog die oorzaak te vinden, de kern van het haat en het kwade. Maar ook in de geschiedenis, zoals de heksenjachten van tussen de 1400 en de 1500. 1700 dacht ik. Dus ik probeer van alle kanten de research te doen en om ooit te begrijpen waar het haat vandaan komt. En dat misschien met dat beeld dan ook duidelijk te maken naar een publiek? Eerlijk gezegd, het is persoonlijk. Ik maak het allemaal voor mezelf. Het is meer mijn eigen onderzoek. Ik voel me soms ook als een wetenschapper die aan het onderzoeken is. En ik breng het zo uit natuurlijk. En ik probeer ook mensen te laten zien. Maar op de eerste plek doe ik het voor mezelf. En ik hoop dat de mensen natuurlijk wat van het kunnen leren of niet. Maar dat hangt af van u. Dit is een nieuwe locatie voor Roodkapje. Een hele grote ruimte. Hoe ben je hier terecht gekomen? Ik heb een paar keer benaderd met dit soort werk van de collages, ook met de gezichten. Maar zij vonden het steeds, ze vonden wel een leuk, goed werk, met een mooi concept, maar niet actueel genoeg. Want Roodkapje staat bekend dat ze met actuele kunsten werken. En op een gegeven moment had ik mijn series Blank. Dat zijn een serie portretten, schilderijen van vrouwen. Waar ik westerse fotomodellen heb geschilderd met verwondingen van Iraanse vrouwen die tijdens de anti-Ahmadinejad demonstraties van de afgelopen paar maanden verminkt waren en sommigen gedood. En omdat in de actualiteit stond, heb ik eindelijk een afspraak met Erik kunnen regelen en ben ik hier beland. Want je bent van origine, kom je uit Iran? Ja, ik ben op 7-jarige leeftijd met mijn ouders gevlucht eigenlijk naar Nederland. En je bent nu 30 geworden? Ik ben 30 vandaag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe lang blijft deze expositie staan? Zes weken. Dankjewel. Alsjeblieft.